Wil je weten wat een stichting is en wil je weten hoe je deze moet oprichten en wil je weten waar je rekening moet houden bij het oprichten van een stichting? Kijk dan verder. Hi, welkom. In deze video ga ik je uitleggen wat een stichting is en hoe je deze moet oprichten. Ook ga ik je een beeld geven waar je rekening moet houden bij het oprichten van een stichting. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. Ik ga je tijd niet verspillen, laten we maar beginnen. Een stichting is net zoals alle andere rechtspersonen ook een rechtspersoon. Alleen de structuur van de stichting ziet er net iets anders uit. En bij het oprichten van de stichting moet je rekening houden dat je niet als doel hebt om winst te maken. Let op, een stichting mag winst maken, maar een stichting mag niet als doel hebben om winst te maken. Wat is een stichting precies? Een stichting is gewoon een rechtspersoon. Zoals ik in een andere video zei, een rechtspersoon beschermt jou. Als jij iets verkeerd doet, met andere woorden, als je aansprakelijk gesteld wordt, dan kan je niet in je privé aansprakelijk gesteld worden, puur omdat de stichting een rechtspersoon is en het heeft een rechtspersoonlijkheid. En bij een stichting heb je een bestuurder, dus bij een stichting heb je geen aandeelhouder, maar je hebt wel bestuurders die de stichting besturen en die vertegenwoordigen ook de stichting gewoon naar buiten toe. Dus hierbij moet je denken aan het openen van een zakenrekening of aangaan van overeenkomsten of wat dan ook. Dus die bestuurders doen dat. Je kan meerdere bestuurders hebben. Dat ligt erop wat je in de statuten hebt afgesproken. Dus bij de stichting kan je bestuurders hebben. Soms heb je bij de stichting raad van commissaris. Of commissarissen, ligt eraan hoe ze het noemen. Maar het komt vaak op hetzelfde neer. En die houden toezicht op het bestuur. Of zij hun werkzaamheden goed doen of wat dan ook. En soms in bepaalde gevallen kunnen ze het bestuur ontslaan of benoemen. Maar meestal bij een stichting, als je dit niet hebt, dan kan een bestuurder zichzelf benoemen. En als je in je eentje bent, dan kan je jezelf benoemen met de stichting als je dan het oprichten bent bij een notaris. Of als je een bestaande stichting hebt, kan een bestuurder jou aan voordragen en uiteindelijk benoemen. Dus zo werkt de stichting uiteindelijk. En nogmaals voor de duidelijkheid, als je rechtspersoonlijkheid hebt en je bent een bestuurder, dan kan je alleen maar aansprakelijk gesteld worden puur als jij je werkzaamheden niet goed doet. Dus met andere woorden, als er sprake is van wanbeleid. En als jij je werk nalaat. Dus dat is bestuuraansprakelijkheid. Dus het kan zijn dat jij denkt van oké, ik ga een stichting oprichten. Dan kan dat. Vaak wordt stichting als voorgebruik. Stel je voor je bent een eenmanszaak. Je sticht de stichting op. En daarnaast heb je je eenmanszaak. De stichting, daarmee vertegenwoordig je onderneming naar buiten. Dus alle transacties komen in de stichting. En vervolgens factureer je onderneming die stichting. Dus dit kan je ook doen. Het enige wat je ervoor moet zorgen is dat jij onder de 15.000 winst hebt. Want hierdoor hoef jij geen vennootschapsbelasting te betalen. En dat kan je altijd hebben als je steeds voor hetzelfde bedrag factureert. Van de stichting. Met andere woorden, stel je voor de stichting maakt een omzet van 10.000. En schrijf 10k. En jouw eenmanszaak factureert dus de stichting ook voor 10k. Dus hiermee voorkom je dat je geen VPB moet betalen. Vennootschapsbelasting. Is een structuur dat je kan gebruiken als je een eenmanszaak bent. En dat je een rechtspersoon nodig hebt om jou te vertegenwoordigen. Hierbij moet je denken aan het aanvragen van subsidies of wat dan ook. En soms hebben de gemeenten het liefst dat jij een rechtspersoon hebt, in ieder geval een stichting of zo. En zo kan je het inrichten. Ik heb dit vaak gezien bij de kunstsector, dus bepaalde bedrijven die doen dat. Hiermee laat zien dat ze een rechtspersoon hebben en die rechtspersoon organiseert dan een evenement of zo. Dus daar kom je professioneel over en de gemeentes of in ieder geval de overheid, organisaties hebben wel meer vertrouwen in een rechtspersoon dan een eenmanszaak. Vaak hebben zij meer vertrouwen in de stichting dan in de eenmanszaak. Puur omdat ze vaak het gevoel hebben dat het geld in de zak komt van iemand, van één persoon. Dus dat is een voorbeeld waar je de stichting voor kan gebruiken. Er zijn andere structuren mogelijk, maar dit is één daarvan. Ik ga je laten zien hoe je de stichting moet oprichten. Daarna ga ik je laten zien waar je rekening moet houden bij het oprichten van een stichting. We gaan even naar Google. Bij Google heb je, als je type stichting oprichten. Krijg je heel veel reclames te zien. En waar je rekening moet houden bij de stichting oprichten is gewoon dat je dit altijd bij de notaris moet doen.
Dus je moet er gewoon een notaris hebben die de stichting voor je opricht. En van de notaris krijg je sowieso een aantal vragen opgestuurd. Het is belangrijk om te weten dat elke notaris heeft zijn eigen standaard statuten. Dus voor het oprichten van een stichting heb je een statuut nodig. En die statuut van een notaris, die standaardstatuut, is vaak in overeenstemming met de wet. Meestal zo. En daarna komt de statuten. En je kan voor jezelf beleidsregels opstellen. In de andere video's heb ik precies uitgelegd dat de wetten voor de statuten gaan en de statuten voor de beleidsregels. Met andere woorden, de statuten moeten in overeenstemming zijn met de wet. En als jij beleidsregels maakt voor je organisatie, dan moeten beleidsregels in overeenstemming zijn met statuten. Dus met andere woorden, dit zijn regels die gelden voor jouw stichting. En wat in de statuten staat, daar moet je gewoon volgen als bestuurders. En het kan zo zijn dat je denkt, ik heb specifieke regels nodig voor mijn personeel of andere mensen binnen de organisatie, dan maak je beleidsregels. Wil je meer hierover weten, neem gerust contact met mij op. Ja, het oprichten van een stichting moet vaak bij een notaris. De notaris maakt conceptstatuten. In die statuten moet je je doel geven en hoe je je doel gaat bereiken. Zodra het doel bereikt is, dan wordt de stichting opgeheven. Vaak formuleer je je doel en de notaris formuleert het in juridische termen, zodat jij goed zit bij het opstellen van de statuten. Let op, dus het doel van de stichting is de core business van de stichting. Je mag niet als doel hebben winst maken, maar je mag wel als doel hebben bepaalde activiteiten verrichten. Of je daar wat winst maakt of niet, dat is aan jou. En het is aan de Belastingdienst om te bepalen of jij belastingplichtig bent en niet. We hebben ook een stichting en ons doel is puur om ervoor te zorgen dat het juridisch advies voor ondernemers en bedrijven betaalbaar wordt. Of wij daar wat winst maken of niet, dat maakt niet uit. Volgens de Belastingdienst zijn we belastingplichtig. Dit houdt in dat wij ook btw-aangifte moeten doen als stichting zijnde. Maar dat neemt niet weg dat we donaties of wat dan ook kunnen ontvangen. Dus je kan een stichting hebben en die stichting kan je gebruiken om bepaalde doel te realiseren. Let op, het doel mag niet winst zijn, maar het doel kan wel ervoor zorgen dat je winst kan krijgen. Dus zo zit een stichting in elkaar. Hoe je moet oprichten is gewoon bij een notaris. Bij een notaris krijg je conceptstatuten. Je moet precies aangeven wat je doel wordt en hoe het gerealiseerd wordt. En de notaris gaat in ieder geval formuleren voor jou in de juiste termen. Zet die in de conceptstatuten. Je krijgt het en vervolgens kijk je een beeld van, zo wil ik mijn statuten eruit zien. En dus zodra je hem hebt goedgekeurd, ga je naar een notaris en vervolgens ga je tekenen. Vaak heb je van die notaris die gewoon gelijk kunnen oprichten. Hier krijg je een overzicht van de kosten voor het oprichten van een stichting. En vaak is het gewoon goedkoop, want je hebt notaris vergelijken. De goedkoopste notaris is deze. Via deze website kan je al heel goedkope notaris krijgen bij jou in de buurt. Let op dat je geen onnodige kosten maakt voor advies of wat dan ook. Het oprichten van een stichting is makkelijk, maar het onderhouden daarvan, dat is soms moeilijk. Kom met de derde vraag. Waar moet je rekening houden bij het oprichten van een stichting? Nou, de doelstelling van de stichting, die moet je gewoon goed formuleren. Probeer zo ruim mogelijk te formuleren, zodat jouw activiteiten ook in overeenstemming komen wat je uiteindelijk daadwerkelijk doet in de praktijk. Daarnaast is het belangrijk dat jij weet welke boekhoudprogramma of hoe je administratie gaat houden. En let op, je hebt niet per se een derde nodig. Je hebt nu tegenwoordig heel veel software's die je kan gebruiken om gratis jouw administratie bij te houden. Stel je voor, je hebt een stichting waarbij je hier en daar één keer moet factureren. Dan kan je dus goed Moneybird gebruiken. Of andere boekhoudprogramma. Maar wat ik mensen meestal aanraad is Moneybird, puur omdat het makkelijk is. En het zorgt ervoor dat je een goede overzicht krijgt over jouw werkzaamheden. Dus dat is de stichting. Zorg je administratie goed op orde hebt. En je kan gewoon één keer per jaar iemand inhuren om je administratie te controleren. We zijn gewoon aan het einde van deze video. In deze video heb ik een beeld gegeven wat de stichting is en hoe je deze moet oprichten. En waar je rekening moet houden. Heb je vragen erover? Neem gerust contact met mij op. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. Heb je wat gehad aan deze video? Deel het met je vrienden, familie en businesspartner. Tot in de volgende video.